Hartelijk welkom bij deze allereerste stadsdialoog. Dat gemeenschappelijk gelijk zoeken, dat past wel bij deze veranderende constellaties waarin corporaties en gemeenten ook meer beroep doen op bewoners. Die initiatieven staan hier al op de kaart. We hebben dus de bewonerscommissies en de bewonersverenigingen, de buurtcatering, buurtmedia, participatie, informele zorg en bewonersbedrijven en initiatieven. Toen er ook heel veel budgetten waren, toen bruiste het van initiatieven. Het bleek toen dat bewoners zo graag hun eigen rol wilden pakken in het ontwikkelen van hun eigen wijk. We zien het aan jouw prachtige netwerkkaart. Die verbinding die is dus verbeeld. Dat zie je echt. Leuk is bijvoorbeeld dat we dit doen in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en gemeente Amsterdam, het Ruimte voor Initiatiefteam. Om die rol van de overheid over te nemen, dat gaat om openbaar groen en de Wilderman. In mijn ogen is de openbare ruimte van ons allemaal als bewoners. En hebben we de overheid georganiseerd omdat het dan een stukje makkelijker is. En daar was ik als kunstenaar door geïnspireerd. Hier begonnen we mee met de 10 tuintjes. Ja, ik praat al zo lang over zelfbeheer dat iedereen dat ik dat heel logisch vind. Als ik gewoon mijn portiek, de binnenmuren kan schilderen, heb ik het zo gedaan, vind ik hartstikke leuk en dan ziet het er weer goed uit. Een groot masterplan, maar die staat op tot 20.000, tot 2025 en 50.000 woningen in Amsterdam moeten worden gebouwd. We starten ook het project Ontwikkelbuurt. En het is zo genoemd om dan naar die bestaande buurten te kijken, om te kijken wat daar zou kunnen zijn. Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Dankjewel. We hebben 4 gespreksleiders, die wou ik even hier voor naar voren hebben. Dat zijn Klaas de Langer, Saskia Bosny, Annette Lubbers en Hugo Steinbeck. Ook de mensen die aan de experttafel zitten, dat is geloof ik gewoon hiernaast. Hè? Ja. Natasja en Mostafa en Martin Gerrits. We hebben elkaar nodig. Hè? Ons belang is ook dat gemeenschappelijk belang. Omdat we in de buurt heel veel autochtonen hebben. Heel veel mensen uit zuidelijke landen. Als je dan kijkt naar het thema zeggenschap, wat nou de belangrijkste items zijn als het gaat om inbrengen in de buurt, in de omgeving, in de directe omgeving, in de zin van mij er verantwoordelijk voor weten. Ik denk eerder die verantwoordelijkheid dan het vermogen, want het blijft een huurwoning. Bij eigenlijk het hele proces vanaf het begin dat de architect was geselecteerd, wij bouwen uiteindelijk niet voor onszelf, maar voor de bewoners. De bewoners wilden niet dat die constant open zou zijn, want de tuinen waren juist gesloten na een aantal jaren, omdat er veel vernielingen en inbruiken voorkwamen. Maar nu heb ik dus 1 tuin. Dus dat je ook gewoon dingen kan organiseren, dingen doen, zelf doen. En dan maak je elkaar, nou, dat is waarde creëren. Dat het formele circuit via een bewonerscommissie soms niet effectief is om mensen mee te krijgen. Dat je toch, het eerste contact moet je toch persoonlijk met bewoners gaan opzoeken. Dus je moet toch echt van beneden op beginnen en langzaamaan kleine stappen, niet gelijk het heel groot maken. Ik dank jullie heel hartelijk dat jullie ondanks de voetbal en de hier zijn gekomen. Applaus voor jezelf.